Als je een keersom hebt waarbij je al weet dat de uitkomst gelijk is aan 0, dan weet je dat één van de twee getallen 0 moet zijn. Van die eigenschap gaan we handig gebruik maken. Laten we beginnen met het volgende. A keer B is gelijk aan 0. Als dit zo is, dan weet je dat of A is gelijk aan 0 of B is gelijk aan 0. Immers, als je iets keer 0 doet, is de uitkomst ook 0. En ook als je 0 keer iets doet, is de uitkomst 0. Stel, je krijgt de volgende vergelijking. 3x haakje x plus 5 haakje is gelijk aan 0. En je weet dat er eigenlijk staat 3x keer tussen haakjes x plus 5. Dat is dus eigenlijk een keersom. En als dan het antwoord gelijk aan 0 is, dan weet je dat of het stukje voor de haakjes 0 moet zijn, of het stukje tussen de haakjes 0 moet zijn. Dus laten we dat eens onder de vergelijking opschrijven. 3x is 0 of x plus 5 is 0. Dat verder vereenvoudigen geeft x is 0 of x is gelijk aan min 5. Dus als je in deze formule het getal 0 of het getal min 5 op de plek van de x invult, is de uitkomst 0. Laten we er nog eentje doen. 7x keer tussen haakjes 3x min 6. Dan moet of 7x gelijk zijn aan 0 of 3x min 6 gelijk zijn aan 0. Dat geeft x is 0 of 3x is 6. Dat vereenvoudigen geeft x is 0 of x is 2. Dit werkt natuurlijk ook als je een vergelijking hebt met dubbele haakjes. Neem 2x min 4 keer x plus 8. Dan is het stuk tussen de eerste haakjes, 2x min 4, gelijk aan 0. Of het stuk tussen de tweede haakjes, x plus 8, gelijk aan 0. Uitwerken geeft dan 2x is 4 of x is min 8. Vereenvoudigen geeft x is 1 of x is min 8. Natuurlijk zal het niet altijd zo makkelijk zijn. Soms krijg je een kwadratische vergelijking die nog niet tussen haakjes is geschreven. Dan moet je dat eerst zelf nog doen voordat je hem kan oplossen. Wat ben je nou eigenlijk aan het doen als je zo'n vergelijking oplost? De vergelijking hoort bij een kwadratische formule. En daar kun je een parabool bij tekenen. En je vraagt je dus eigenlijk af voor welke waarde van x de hoogte van de parabool 0 is. Dus waar de parabool de x-as snijdt. Dit kan soms erg handig zijn, maar daar gaan we later pas wat dieper op in. Veel succes met het oplossen van de vergelijkingen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.